kunnen trekken. Dat is het grote probleem, maar daarvoor moeten we maar blijven kijken. Oké, dat zien we dan straks. Eerst aandacht voor onze eerste kamp die we vanavond u gaan bieden. Dit is een van de twee vechters uit ons eerste gevecht vanavond. Een gevecht om het Benelux kampioenschap bij de cruisergewichten over 10 ronden van 3 minuten. Het is Franco Wanyama, 24 jaar oud. Ooit nog gebokst onder Freddy de Kerpel, maar dan teruggegaan naar zijn land. En nu sinds 3 jaar, wat zeg ik, sinds 1 april 92 terug in ons land bij Boxingclub Waregem. En hopend op wat successen. Hij bokste zijn eerste profkamp tegen zijn opponent van vanavond. Een gevecht dat onbeslist eindigde. En zijn opponent van vanavond is deze Johnny Held uit Rotterdam, 29 jaar. Verloor een aantal belangrijke kampen, maar dan wel belangrijke tegen bijzonder sterke tegenstanders. En vandaag dus moet hij zijn titel van Benelux kampioen verdedigen tegen Franco Wanyama, de Oegandees met Belgische bokslicentie. Dames en heren, mag ik voor de rechter staan van de nationale gilde uit Luxemburg. Luxemburg, Nederland en België. Eerste ronde. Ringannouncer Guido Gijssen gaat het aan. De eerste ronde is weg. En meteen fel betwiste kamp hier. Een kamp tussen Franco Wanyama, een man die gecoacht en getraind wordt hier in Waregem door Denis de Guare, tegen de erg ervaren Nederlander John Held, 29 jaar. Een man die al heel wat kampen heeft gewonnen. 13 van de 39, 23 verloren, maar tegen erg gereputeerde tegenstanders. John Held, een man die naar eigen zeggen gewoon bokst voor het plezier, maar het geld is altijd meegenomen, zegt hij. Deze 29-jarige kampioen uit Paramaribo, Suriname. In de ring nu voor het Benelux kampioenschap. Goede poging van Wanyama. Excuseer voor deze korte onderbreking, maar Wanyama met een goede poging. Maar Held ontweek. Ja, geef. En dan Held naar het lichaam van Wanyama. John Held die zijn titel een paar maanden geleden veroverde van de Duitser Rolf Rossiani. En hier voor het eerst deze Benelux titel verdedigt. Een erg vinnig, aantrekkelijk bokser ook. Mooi bokslichaam. Zwaar in de benen. Maar heeft een bijzonder goede fysiek. Want dat heeft ook Franco Wanyama. Een man die groter is, langere armen heeft. Weegt 800 gram minder, 85 kilogram om precies te zijn. Franco Wanyama, 14 kampen, 10 daarvan gewonnen, waarvan 5 met knock-out. En hier wordt erg hard gestreden tussen deze twee. Van Franco Wanyama. Geboren in Kampala, Oeganda, en is aan een goede reeks bezig. Zijn laatste 3 kampen heeft hij niet meer verloren. Tegen Djukarev Gonzalez en de Brit Tony Booth. In Isegem was dat op kerstmis vorig jaar. En Stefan zei het al, het begin van zijn profcarrière stond hij precies tegen deze John Held. In een kamp over 6 ronden die onbeslist eindigde. Nu gaan ze er 10 ronden van maken. Hey! Tenminste, dat staat voorgeschreven, 10 ronden. Of het een 10 ronde durende gevecht wordt, dat valt af te wachten. Alvast onstuimig begin, dat belooft. Dat heeft het publiek graag. John Held, hij danst weg, maar de slagen van Wanyama komen wel aan. Heeft een enorme harde punch. Die Franco Wanyama, vroeger bij Freddy de Kerpel. Man die in Seoul op de Olympische Spelen nog de kwartfinale haalde. Maar toen met een ribkwetsuur moest opgeven. Einde van deze eerste ronde. Applaus op de tribune. En dat zal ongetwijfeld voor Franco Wanyama zijn die de eerste ronde naar zich toe trekt. Hier Franco Wanyama met Denis de Guare. But keep on concentrating this way, this is very important. Yes, because you can be dangerous always. Tweede ronde. Okay, we gaan naar halfweg de kamp. De 5e ronde is aangevat. En Johnny Held moet wat laten zien wie hij wat punten pakken.
En wie die zijn achterstand, hoe klein die ook is, op Wanyama goed maken. Penalty van zijn manager en trainer Ad Westerlaken, bij wie hij sinds 1986 Provis de raad heeft gekregen om zoveel mogelijk te ontwijken en dan op de counter toe te slaan. Dat hebben we mee te begrijpen uit de gebaren. Niakana met een goede linkse. Niakana die erg goed varieert. Ook naar dat lichaam. Al is dat dan nog zo klein van deze Surinamer. En we zien dat het vooral Franco Wanyama is die zijn dekking iets te laag laat zakken. Dan gaat Held nu op een loopje zonder dekking. De vermoeidheid in deze vijfde ronde. Ja, die begint stilaan door te wegen. Minder bij Wanyama dan bij Held. Held geraakt. Met veel moeite door die Wanyama-dekking. Opstootje van Wanyama. Maar het was niet hard genoeg. Dat was wel een goeie. Schitterende uppercut. Twee keer, drie keer zelfs van Franco Wanyama. En dan die rechtshoek er tegenaan. En links. En hij gaat maar door. Franco Wanyama. Deze ronde is zeker voor hem. En blijft John Held rechtop. Dat is maar de vraag. Hij staat als Walpen alleszins op 45 seconden van het einde van deze vijfde ronde. Johnny Held in grote problemen. Schitterend werk van Franco Wanyama. En Wanyama gaat door. Naar het lichaam nu. Onder de gordel van John Held. Een stevige jongen die John Held. Bocht al drie keer tegen een wereldkampioen. Verloren weliswaar, maar bestolen, zo zegt hij zelf. Gaat zelfs counteren. De uppercut van Wanyama is gekend. Daar komt hij weer. Links de directer tegenaan. 10 seconden nog. Heel goede ronde van Franco Wanyama. Deze vijfde ronde. Maar Held blijft rechtop. De reddende gongslag voor Johnny Held. En hier de man van de rakenklappen, Franco Wanyama. Hij wint overduidelijk deze vijfde ronde. En de grootste voorsprong, halfweg de kamp. Rinse him out, easy and slow. Wilde slagen in het rond van beide boxers. Niet echt meer zo accuraat als we in die eerste ronde hebben gezien. Allemaal te wijten aan de vermoeidheid. We zitten in de negende en voorlaatste ronde. Johnny Held met ultieme slagen nog. Maar slagen die niet echt aankomen op dat lange lichaam van Franco Wanyama, de Oegandees. Een Oegandees en een Surinamer boksend voor de Benelux-titel. Maar wel met een Nederlandse en een Belgische licentie. En het ziet er naar uit alsof Franco Wanyama op weg is om die titel binnen te halen. Ruim halve minuut nog in de voorlaatste ronde. Tot wat is John Held nog in staat? Maar ook Wanyama is moe. Wilde slag die er ver naast ging. En dat de twee aan elkaar gewaagd zijn, dat bewezen ze een goede drie jaar geleden ook al eens in Isegem. Toen Wanyama voor het eerst tegen Held stond en ze een match nul boksten over zes ronden. Maar nu zou het in het voordeel van Franco Wanyama nog altijd zijn. Hij staat licht voor op de punten. Nog anderhalf minuut moet Wanyama stand houden.
Hij heeft in de vorige ronden de mogelijkheid gehad om de klus te klaren, de kamp af te maken, maar hij heeft dat verzuimd. En nu gaat hij teren op die voorsprong. Gaat uit de boom kijken. Maar ook Franco Wanyama heeft een overwinning nodig, want bij match 0 blijft de titel in handen van John Held. Dus hij kan niet echt afwachtend gaan boksen, deze Wanyama. Moet nog altijd iets proberen. Maar het is Held die komt. Hey. 45 seconden nog. Johnny Held met de laatste inspanningen. Maar Wanyama houdt stand. De dekking goed blijven verzorgen, dat is de boodschap in deze laatste 18 seconden. Held heeft nog precies 10 seconden de tijd om zijn eerste knockout overwinning binnen te halen. Maar als Wanyama verstandig bokst, dan laat hij het zover niet komen. Nog 2 seconden. Einde van deze kamp, einde van deze 10e ronde. En het zal voor de juryleden ernstig cijferen worden. Willen ze weten wie de Benelux-kampioen wordt of blijft? Onze bescheiden mening zou Wanyama een licht voordeel hebben van een 3-tal punten. Maar wij wachten op de beslissing van de jury. Het was te verwachten, het is vrij nipt, maar toch verdiend. Franco Wanyama, de nieuwe Benelux-kampioen bij de cruisergewichten. Hij haalde het op de punten. Een unanieme beslissing van de jury tegen de gewezen Benelux-kampioen. Johnny Held, Franco Wanyama dus onder de goede zorgen van manager Denis de Guare. De nieuwe Benelux-kampioen. Hier is de gordel mooi in beeld gebracht. En hier de zwetende Franco Wanyama. Het was een bijzondere felle kamp. Erg hard, fysiek uitputtend. En de nieuwe Benelux-kampioen vertoeft dus in Waregem en niet langer in Rotterdam. En daar ziet u hem opkomen, dames en heren. Marino Montaigne uit Roeselare met zijn vader als manager. Hij gaat het hier vandaag opnemen tegen Patrick.